Herr van Ginten, als nazaat van de vroegere molenaar van de Kranse Molen, zeer betrokken inwoner van de Duitse gemeenschap Kranenburg als sponsor van onze stichting, bijzonder hartelijk welkom. De twee geestelijke, die onze molen zo dadelijk zullen inwijden, persoon Jansen en Mr. Robbie en de evangelische pfarrerin, mevrouw Joris Schurler uit Kranenburg. Welkom en hartelijk dank aan jullie in de passie van deze traditie ons voor te zetten bij de ingeving van deze molen. Onze obligatiehouders en sponsoren, zonder wie wij dit nooit gered hadden, bijzonder hartelijk welkom. Molenbouwers, Willy Koppers. Die hebben ons vertrouwen gekregen en ik moet zeggen, het is absoluut niet beschaamd. We hebben op een bijzonder fijne manier met jullie samen kunnen werken. Of voor jullie, speciaal voor jullie, bijzonder hartelijk welkom. En die ik zeker niet mag vergeten, dat ik bijzonder hartelijk welkom voor al die mensen. Die zonder twijfel of ik maar ooit iets zouden kunnen bereiken, ons hun vertrouwen hebben gegeven. De mensen van het eerste uur, de mensen die al die tientjes en honderden euro's hebben gegeven, waarmee wij een aanvang kunnen hebben nemen met de realisatie van het prachtige project wat u hier ziet. Heel erg hartelijk welkom. We hebben het heel vaak gehoord, we zijn jullie in godsnaam mee bezig. Bluffietserij, zonder van de tijd en zonder van het geld. De ondersteuners van het eerste uur, heel erg hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat we van jullie gekregen hebben. Ik hoop dat jullie daarin niet teleurgesteld hebben. Onze partner Pierre Vink, die voor ons investeringen heeft gedaan die we zelf niet konden opbrengen, waarvan jullie de resultaten om jullie heen kunnen zien. Alles wat jullie hier buiten zien is alsnog geïnvesteerd door onze uitbater, Pierre Vink. Pierre Vink, hartelijk welkom. Ik zou ook heel graag onze medebestuursleden even naast me willen zien. Dat zijn er een paar. Eline, maatje, mag ik jullie ook bij hebben? Andere bestuursleden. Ik wil jullie graag voorstellen aan al deze aanwezigen als ze weten wie er geweest zijn die hier zo ontzettend druk mee geweest zijn. In 2006 zijn de Roeswolen in Leut een aantal mensen bij elkaar gekomen om hun plan tot herbouw van de insolvente Kranse Molen uit te dragen en steun daarvoor te vragen. De steun was overweldigend. Dat zijn de mensen die ik net al noemde, die allemaal met hun titel gebeurd gaan op het 100 euro. Die steun die kregen we. Dat gaf echt hoop voor de toekomst. Het tot nu toe bereikte resultaten heb ik net gezegd met jullie hier aanschouwen. Ik wil graag de mensen die voorstellen die inmiddels meer dan 10 jaar bezig zijn geweest om tot dit resultaat te komen. Ze zijn blij en trots op de resultaten van het jaar. De heer Albert van Dorst, de tegenwoordig door zijn echtgenote, onze helaas overleden voorzitter in 2008 van de situatie in mogen nemen. Jan van Eck, onze secretaris en PR-man, die helaas ook als softwarestevende teruggetrokken is als secretaris. Zonder dankbaar voor alles wat hij ons heeft. De heer Wim Janssen, onze bouwheer. Albert de Wit, onze penningmeester, de man die schijnbaar heel veel geld afweet en daarmee ondersteund wordt. Door het staat die ondersteund wordt door Maartje zijn dochter. Van Sluis, die samen met zijn twee zonen op allerlei mogelijke manieren ondersteuning heeft gegeven tot het uitgeven van postzegels aan toe. Hij is echt overal mee bezig geweest om centen binnen te brengen voor onze vereniging. Jacob Vos. Jacob Vos, onze grote vriend van de overkant. Die onze belangen op een bijzonder goede manier behartigd heeft in Kranenburg en in de wijde omgeving. De krant, de tv, alles heeft hij voor ons erbij gesleept. En ik moet zeggen, we zijn bijzonder dankbaar. Wim Uys. Ja, ik denk dat Wim nog ergens zit. Als medebestuurslid en meedenker in alle zaken, ook een man voor het eerste uur. Eline Frederiks.